Dini, ik ga vandaag verse pakket curry madras maken. Hier, wat zit erin? Is kleine bloemkool, twee tomaten, oudjes, limoen, rode paprika, rode peper, pakjes kokosmelk en madras curry pasta. En ik heb moet zelf toevoegen is kipfilet, wat noemen rijst en olijfolie. En deze is 3 voor 4 personen, 30 minuten. Dus ik ga deze vandaag maken. Ik ben benieuwd. Wat handig is dat hier ook staat hoe moet doen, hoe bereidennya, bereiding wijzennya. Plastic in de plastic bakjes. En kokosmelk, paprika, oudjes, twee tomato, limoen, en grote chili, eentje en kleine dit. En nog currypasta. Zo. Rijst aan het maken. Dit is deze. De bakken is. Ik ga alle groenten erin doen. Ja, pohon aanwijzingnya. Moet ik eerst oudjes erin doen. Daarna groenten, maar ik doe alles. Groente en oudjes in pijn. Gelijk erin doen. Dat is al goed. Brown genoeg. Dat is gewoon alles erin doen. Zo. En lekker bakken. Dit is het ongeveer 4 minuten tadi. Sekarang aku masukkan ke desa tepuhan the keep curry madras nih, madras curry ya. Curry madras saus tepuhan. Lalu kokos melek.